En we gaan opnieuw boksen hier in de Topsporthal Vlaanderen voor het 21ste Gens Boksgala. We gaan kijken zometeen naar de kamp tussen Lefgozer Meriton Karaksa, Belgisch kampioen, tweevoudig Belgisch kampioen, tegen de Rus Maxim Shurbanov, Russisch kampioen. Ja, met een Rus, dat is ook geen pannenkoek natuurlijk. Ja, ik denk niet dat er gemakkelijke tegenstanders zijn, maar kom ik even toch Meriton een goede kans. Vermijd terug een 50-50 wedstrijd. En dan zijn de mooiste wedstrijden natuurlijk. Hè. We hebben nu al 3 mooie wedstrijden gezien. Dus ik verwacht nu ook terug vuurwerk. Over 8 ronden van 3 minuten. We missen ook iemand op het Gens Boksgala. Iemand die afscheid genomen heeft. Ismaël Abdul. Maar die kan nooit ver weg zijn. Dries? Ja, Ismaël, je staat hier naast de ring. Het is 2 jaar geleden. Hoe voelt het om hier naast de ring te staan? Ja, top. Vroeger was als bokser en deze als supporter. Iedereen die op de fiets stond, ken ik persoonlijk. Dus dat was, kijk, ik zweet ervan. Dus ik zweet niet om te boksen, maar ik zweet om te supporteren. Hetzelfde. Kijk, nu Karaksa, Bilali heeft boksen, Ahmed Mata heeft boksen, Kevin en al. Dus ja, het was wijs. Ja, wat vond je van het niveau vandaag? Ja, dus boksen, voor een mooie kamp moet je met 2 goede boksen zijn. Hè? Als de ene niet mooie boksen, dat is soms spijtig. Maar ik had een mooie wedstrijd gezien. Ja, en nu? Ja, Karaksa. Ja, Karaksa, dat zal zeker weer een vuurwerk zijn tegen een Russisch kampioen. Dat weer zwaar zijn, maar Karaksa kennende, hij gaat ervoor alles geven. Dus ik denk wel dat hij er klaar voor staat. Ja. Pakt hij het niet een beetje te licht op? Ja, maar dus, overschat zijn eigen niet. En hij onderschat zijn tegenstander niet. En hij is er klaar voor, hij gelooft in zijn eigen. Dus dat is gewoon een eigenschap. En we gaan straks zien of dat waar is. Voilà, wijze woorden, we gaan het zien. Ja, het is een man met ervaring die spreekt natuurlijk. Je mag het ook niet te licht opnemen, want dit is de Russische kampioen die van de trap afkomt, Maxim Shurbanov. We gaan misschien direct even kijken, Freddy, naar zijn statistieken, want die vertellen wel het een en ander. Hij is 31 jaar en woont in Tiumen in Rusland. Hij heeft 11 profkampen gebokst, won er 7, 3 verloren, 1 met knockout. Is toch maar bokser ook sinds 2015 en bokst nu voor het eerst buiten Rusland. Maar hij is wel regerend Russisch kampioen. En dat wordt je niet zomaar. Ja, waarschijnlijk niet. Maar kijk, ik denk niet dat Meriton eigenlijk veel schrik moet hebben. Het is geen knockouter. Hij heeft op slechts 1 overwinning voor de limiet. Dus het is waarschijnlijk een technisch sterke bokser. Wat in zijn voordeel is natuurlijk. We gaan kijken naar de intrede van de Lefgozer Meriton Karaksa. Dat doet 23 elite partijen waarvan hier 18 won, waarvan 7 op knockout. Hij is, dames en heren, de regerende tweevoudig Belgisch kampioen. En afgelopen jaar, dames en heren, bokste hij 7 partijen die hij alle 7 won. En dit jaar, dames en heren, wil hij Europees kampioen worden. Dus hij moet absoluut deze avond ook winnen. Hij komt uit Sint-Niklaas. Dames en heren, graag applaus voor de man in de rode hoek. Hier is Mr. TNT. Hier is Meriton Karaksa. Dit is een man zoals ze in Gent heel graag zien. Een man met een beetje een groot bakkes, als we het zo mogen zeggen. Ik bedoel, hij verkoopt zichzelf bijzonder goed. Maar hij kan ook een heel aardig stukje boksen, in deze Karaksa. Ja, ik zie hem zeer graag bezig. Het is iemand met veel lef, die niemand uit de weg gaat. Niet een technische virtuoos, maar een vechter. En de mensen zien natuurlijk graag. Hè? Ja, ik hou er zelf ook wel van, want het is buiten de ring ook een hele vriendelijke jongen. En een gast met ambitie. Hij wil dit jaar nog Europees kampioen worden, of toch tenminste kunnen vechten voor een Europese titel. Ja, zie je hem dat halen of is dat nog net iets te vroeg volgens jou? Nee, het is het moment. Hij is ook al lang. Het is geen neoprof meer. Dus hij moet er nu voor gaan. Als hij de kans krijgt, moet hij die zeker meenemen. Hè. Ja, hij weet niet meer wat het is om te verliezen. Hij bokste het voorbije jaar veel kampen. 7 kampen. Hij won die allemaal. Dit zijn zijn statistieken van Meriton Karaksa. Albanees, maar goed, hij is Belg. Hij is gestopt met Renald de Vulder, zijn samenwerking. En gaat straks in zee met een nieuwe manager. Hij won 18 van zijn 23 kampen. 7 met knockout. Dat zou je hem misschien niet zo vaak toegeven. In zijn laatste 6 matchen won hij er 3 met technisch knockout. En 4 verliesmatchen. En Freddy, hij wint de gouden handschoen, de trofee Freddy de Kerpel.
Ja, ik ben blij dat hij hem wint. Hij verdient hem. Hij heeft een goed temperament. Hij is ook een zeer sympathieke jongen. Dus een zeer goede bokser. Dus ik gun het hem. Ik heb het hem ook recht gezegd. Ik ben zeer blij dat hij hem vandaag wint. Ja, hij zal de trofee normaal gezien krijgen uit de handen van matchmaker Claude van den Heden. En ook voor deze kant terugstaan, dames en heren. Er is heel veel meer. Hier Reinebol ook in de ring vragen. Daar want, komt de dames en heren, de winnaar van de houten handschoen van de 20e editie van het Kempenboxka. De wisselweer Frederik de Kerbel is van de rode van vandaag. Applaus, Meriton Caraxa. Ja, de gouden handschoen krijgt hij, Meriton Caraxa. Hij zorgde voor het meeste spektakel. Hij zorgde voor de beste kamp op het vorige gala, op de 20e editie. Dat was toen de kamp tegen Jean-Pierre Habimana, die we vandaag ook al aan het werk gezien hebben. Een bedankje aan Claude van den Heden, de matchmaker die er toch elke editie opnieuw inslaagt om een enorm mooi programma samen te stellen. Telkens denk je van, ja, dit zal het wel zijn, beter kan niet meer. Maar ja, iedere keer opnieuw slagen ze erin. Wat is het geheim om telkens zo'n goed gala bij je te krijgen, Freddy? Ja, Claude is een groot bokskenner en heeft veel relaties. En als een tegenstander wegvalt, is er natuurlijk zeer veel problemen. Maar kom, hij lost het fantastisch op. Hij heeft nu ook met de marathon de oorspronkelijke tegenstanders weggevallen. Met Bilal ook. En heeft ze vervangen door misschien zelfs nog betere tegenstanders. En op korte tijd, dat moet je toch maar doen. Goed, we gaan boksen. Twee lefgozers tegenover elkaar. Meriton Caraxa die vertelde, ja, mijn tegenstander Shurbanov is echt wel eenzelfde type. Het is ook iemand die vooruit komt boksen. Dat is compleet een stijl die mij ligt. En ik boks graag met druk. Dus geef mij maar die hoofdkamp laat op de avond. Ja, ik vind het natuurlijk is plezant voor hem ook. Het is ook een grote eer de hoofdkamp te mogen boksen. Maar kom, de grote wedstrijd vandaag natuurlijk was die van Bilal Lahoun. Moeten eerlijk zijn. Absoluut, ja. Maar de afsluiter is natuurlijk, ja, dessert. Hè. En dat kan hij zeker voor zorgen. Ja, we zijn benieuwd wat hij in zijn mars heeft tegen deze Russische kampioen over 8 keer 3 minuten. En de Rus laat meteen zien dat hij gekomen is om te boksen. Meriton Caraxa tegen Maxim Shurbanov. Ja, kijk, tot Shurbanov gaat de wedstrijd niet uit de weg. Technisch schijnt hij wel, geeft hij wel een zeer goede indruk. Je ziet dat iemand die kan boksen. Hij heeft waarschijnlijk een grote amateurscarrière achter hem, want hij heeft zeer weinig profkampen. Dus voor zijn leeftijd slechts, zoals we gezien hebben, 10 wedstrijden. Maar kom, we zien toch dat hij technisch zeer sterk is. Lijkt ook steviger gebouwd dan Caraxa. Ja, ook een stevige jongen, dat ziet je. Dus zal meer punch hebben meer dan waarschijnlijk. Wel, de punch weet ik niet, maar hij heeft maar één overwinning voor de limiet. Hè. Dus daar vrees ik niet echt voor. Maar kom, technisch is hij wel goed te snel. Je ziet dat nu, tot nu toe slaat hij zeer snel. Hij stopt niet van slaan. Geen studieronde. Ja, mooi van Meriton. Mooie aanval. En ook deze kamp heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Want er stond normaal eerst een Fransman geprogrammeerd. Dat is dan niet doorgegaan. Ze hadden blijkbaar schrik van Meriton Caraxa. En dan heeft Claude van den Heden toch maar mooi deze Russische kampioen gevonden om te boksen tegen Mr. TNT. Mr. Trinitrotolueen springstof. Explosief zoals hij kan zijn, ook in de ring. Waar hij altijd vuurwerk belooft. Tot nu toe gelijk op aan de wedstrijd. Veel initiatief van de Rus in het begin, maar Meriton komt mooi terug nu. Kijk, tot nu toe is de man die meest punches uitdeelt, tot nu toe is de Rus. Wel geen gemakkelijke tegenstander. Maar chapeau dat hij die niet uit de weg gaat. Ja, en zo belooft hij het ook altijd. Als ik daarnet zeg groot bakkes, dan is dat echt wel goed bedoeld. Want het is wel leuk om een lefgozer erbij te hebben. Ja, zeker. Ik zie hem ook zeer graag boksen. Tot nu toe maakt de rust hem niet gemakkelijk. Maar het mooie is, hij belooft iets, maar hij maakt het dan ook waar. Ja, klopt. Nog een halve minuut in die eerste ronde.
tussen de Belgische kampioen, tweevoudig Belgisch kampioen, en de Russische kampioen, die voor het eerst in het buitenland bokst. Ja, mooie aanval op het einde van de... Kijk maar toch, die Russen, zeer actief. Hè? Geeft zeer veel slagen. Het zijn niet de grote punten dat toont ook aan zijn palmarès. Maar ontwijkt goed en technisch zeer sterk. Ja, Meriton zal na die eerste ronde al weten welk vlees hij in de kuip heeft. Als hij dat toch op voorhand niet zou geweten hebben. Zeer moeilijke bokser. Ja, de man die meer actief was... Uiteraard vandaag in de eerste ronde was... Zonder echt gevaarlijk te zijn, nam hij wel het meeste initiatief. Ja, moet wel eerlijk zijn dat hij de eerste ronde steelt. Hè. Hij steelt de eerste ronde. Hij steelt die eerste ronde, alhoewel Meriton hier een paar keer... Ja, komt een paar keer goed terug. Goed uit de hoek kwam. Kijk maar... Maar hij blijft wel puntje, die Rus. Hij steelt punten door zijn grotere activiteit. Maar komt er nog niets gebeurd? Nee. Eerste van 8 ronden. Laat ons zeggen dat Meriton Karaksa eerst eens wil taxeren welk vlees hij in de kuip heeft. En hij zal het wel weten intussen. Hij is ook zeer snel, die Rus. Zeer snel. Dus hij is een paar keer genomen geweest, de snelheid ook. Maar komt er nog niets gebeurd? Kijk terug, ziet hoe snel hij is met zijn handen. Hij komt ook heel vlug erop af. Zeer snelle hand, ziet dat die. Ja, dat was mooi. Goeie stoot. Ja, zeer goede lichaam. De powerstoot komen van Meriton. En ik denk dat ze hem in de hoek gezegd hebben dat hij iets sneller moet gaan staan. Als een mooie rechter op het gezicht van de Rus. Ja, kijk maar. Kijk die Rus hoe snel hij is. Hè. Kijk, hij geeft 10 slagen en tegenover 1. Ja, zeker in zijn hoek hebben ze het ook gezien. Hè. Dat hij meer, kijk terug, ziet dat hij moet meer actief zijn. Hè. Tot nu toe wordt hij zuiver gepakt, die snelheid. Kijk, daar heeft op het ogenblik meer dan spijt genoeg geen antwoord op. Maar het is even afwachten. Kijk, daarnet leek hij goed aan die ronde te beginnen. Kijk, zie je. Een paar goede slagen. Zeer snel. Tuurlijk, zie. Kampioen van Rusland voor niets. Dat zien we hier nu ook. Maar. Kan de redenering zijn van oké, laat hem maar komen. Zolang hij mij niet goed raakt, wacht ik mijn moment af om terug te slaan. Ja, maar kijk, ondertussen scoort hij punten. Er moet natuurlijk iets gebeuren. Hij gaat ook goed weg op zijn benen. Dus Meriton is wel de sterke bokser, ook niet de grote knockouters. Dus als hij hem niet knock-out kan slaan, wordt het moeilijk. Hè? Als hij anders ook kan voortdoen. Ja, dat was een mooie aanval, maar kijk. Je moet dan achteruit. Ja, zie je het? 5, 6, 7 slagen zonder antwoord. En Shurbanov blijft puntje. Ja. En hij raakt, hè. Wat is het probleem? En Meriton zou meer moeten bewegen. Krijgt hij de raad vanuit de hoek. Nu een goede slag. Ja, was een goede slag. Van het gezicht. Maar net iets te weinig. Deze ook. Ja, mooie rechterbuig. Ja. Maar de Rus komt even hard terug. Ja. En hard en snel. Daar moet hij aanklampen. Nog iets minder dan een minuut in deze tweede ronde. Ja, een mooie stoot naar het lichaam. Ja. Kijk, die wordt... Oei. Oh. Ja. Ja, dit is eventjes een moeilijk moment. Dat hij geen antwoord weet op de slagen van Shurbanov. En de steun van het publiek heeft hij in elk geval, Meriton Karaksa. Ja, dat is 1, 2, 3, allemaal raak. Het is een taaie klant die tegenover Meriton Karaksa staat. Dan had hij hem wel goed. Ja. Het is wel technisch een sterke bokser. Ik denk iemand met een indrukwekkende amateurscarrière, denk ik. Ja, en hij blijft het tempo hoog houden. Ja. Hij blijft het tempo hoog houden. Dat zijn 6-7 slagen zonder antwoord. Ja, dat is, we moeten eerlijk zijn, we kunnen die ronde alleen maar aan de Rus geven. Hè. Ja, de Rus neemt deze ronde voor zijn rekening. Ja, hoe spijtig het ook is. Hij blijft gaan. Er kwam wel een goede slag van Meriton Karaksa. Maar kijk, zie je dat? Elke slag die hij uiteelt. 6 slagen en 6 maal raak. Krijgt dat, hier 6 terug bij manier van spreken. Zonder antwoord. Ja. Kijk terug. Hier opnieuw. Ja, gelukkig mist hij daar. Ja.
Maar ja, het is een man die gaat. Ja, was een mooie poging van Medemon. Zeer moedig. Hier tussen de handschoenen door. Nog. Twee keer. En er komt nog één. Ja. Maar daar mist hij. Ja, geen eenvoudige klus hier vanavond voor Medemon Karaksa. Nee. Wordt zeer moeilijk, denk ik. Maar goed, dat moet hij ook leren aanvaarden. Dat hij lastiger tegenstanders krijgt. Op zijn weg naar de top. Ja, die reus is echt goed, hè. Kijk, daar is de truc, die snelheid. Het zijn pijlen die je afschiet. Hè. Kijk, snel. Snel, en hij beweegt ook goed. Ja. Het is benenspel. Kijk, klaar. En elk antwoord, of elke slag van Meriton wordt beantwoord. Ja. Een hoog ritme, echt een hoog ritme bij de Rus. En nu mist nu wel een goede slag van Meriton opnieuw. Doet hij goed, maar ja, de Rus klemt af, neutraliseert het. Ik ga hem dan niet missen, terug, afgeklemd. Kijk, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Meriton Karaksa is natuurlijk ook wel iemand die kan incasseren. Ja, tuurlijk, daarmee win je geen wedstrijd. Maar je wint daarmee geen wedstrijd. Als hij doorkomt, komt hij toch ook wel goed door, Freddy? Ja, zeker, zeker. Hij doet zijn best. Ja, ik heb ongelooflijk moedig en sterk, maar ik denk nu dat het toch de Rus een klasje te sterk zal zijn vandaag. Dat hij een maatje te klein is. Ja. Maar goed, het is afwachten. De derde van 8 rondes. Want hij probeert toch ook kwik slagen uit te delen, Meriton Karaksa. Maar kijk, dan is het antwoord van de Rus daar opnieuw. Ja, het zijn er veel. Hè. Ja, het is overduidelijk natuurlijk tot nu toe. Ja, dit zal Meriton Karaksa wellicht niet verwacht hebben. Nee. Hij probeert wel op zoek te gaan naar de Rus. Ja. Probeert ook vooruit te boksen. Ja, die Churblom is echt goed. Hè. Die is echt die klassieke stijl van bok. Oei. Tussen de handschoenen door. Ja, een keer bij. Dan, uppercut. Ja, een paar hoekslagen en dan uppercut. Ja, deze toch een klasseverschil. Duidelijk klasseverschil wat we hier zien op bokskunde. Zeer snel voetenwerk ook van de Rus. Hij kijkt ook klaar. Ja, mooi nu van een mooie repliek van Meriton. Kijk, maar daar is de Rus. Ik heb wel de indruk dat Meriton krachtiger slaat dan de Rus. Hij is krachtiger, maar kijk, nu zijn er weer 3-4 voor 1 en 5. Er is nog altijd geen antwoord gekomen. Kijk, daar mist Meriton. Hij is ook zeer sluw, die Rus. Ontwijkt goed, kijkt goed. Goede benen, ja. Slag naar het lichaam. Laatste 10 seconden in de derde ronde. Ja. De Rus raakt nog een paar keer. En loopt dan goed weg. Ja, nu terug. Opnieuw. Mooie counter. Nu mooie slag. Succes van Meriton op het einde van de ronde. Maar denk ik niet genoeg, uiteraard. Ja. We moeten eerlijk zijn. Ja. Is een Rus die nog niet zo heel lang prof is, maar die Freddy misschien wel heel veel in zijn mars heeft. Ja, ik denk, zoals ik zei, die moet zeker een indrukwekkende amateurscarrière achter hem hebben. Hè. Daar weten we niets over, maar dat kan niet anders. Die gast kan natuurlijk, die kan boksen. Er wordt geen kampioen van Rusland voor niets. Hè. Ja, mooie. Kasseert hier twee keer. Ja. Maar ja, goed, voor elke slag van Meriton komen er drie, vier terug. Ja. Kijk, daar kun je niet naast kijken natuurlijk. Hè. Geef je ook deze ronde opnieuw aan de Russen? Ja, natuurlijk. Kun je anders. Hè. Spijtig hoe spijtig het ook is, maar we moeten ergens toch. Maar dit hoort erbij. Op de weg naar de top voor Meriton Karaksa. Vierde ronde. Sympathieke man uit Sint-Niklaas. Kampioen van Rusland is natuurlijk geen cadeau. Hè? Nee. Ja. Kampioen van België of kampioen van Rusland zal een wezenlijk verschil zijn. En opnieuw komt hij heel sterk uit de hoek, de Rus. Maxim Shurbanov. Ja, die linksvorm is eigenlijk zeer snel. Hè? En die blijft komen. Ja, nu. Kijk, die linkerhoek terug. Er gaat precies ook iets meer kracht vanuit nu. Ja. Die snelle kattenpoten van de Rus. Ja, dat is een goede
de goede uitdrukking waarvoor, zeer snel. Kijk, hij schiet, die schiet kogels af. Dus, ja, het is een mitraillette, die Rus. En ook in die vierde ronde blijft die beweging van dat bovenlichaam heel goed. De benen gaan heel snel mee. Die snelheid blijft even snel, vertraagt niet. Meriton moet zijn dekking verzorgen. Ja. En zich daarop concentreren. Het publiek voelt dat hij het moeilijk heeft. Ja. En gaat er ook achter gaan staan nu. Hij zal ook eens moeten slaan natuurlijk, hè, Meriton. Hij moet er een en ander incasseren. Gelukkig is de Rus niet de grote puncher. Kijk terug, 3-4 slagen zonder antwoord. En opnieuw terug. Ja, hij wordt zuiver gepakt in snelheid. Ja, het is... Dat is een goeie. Ja. Maar goed, met 1, 2, 3 per ronde kom je niet. Zeker, dat was niet. Ja, nee. Ja, die Rus is een andere klasse. Zuivere boksklasse. Ja, die kan wel een stukje boksen. Hè. Als je dat ziet, kijk terug. Hij maakt het Meriton eigenlijk heel moeilijk. Kijk je daar. Dat is, Meriton Caraxa krijgt de kans niet om zelf uit te halen. Nee. Totaal. Hij is te snel. Hij wordt genoemd in snelheid. Ja, als de Rus even achteruit gaat, dan kan het. Zoals nu. Maar kijk, dat mist dan ook. Hij is ook defensief sterk. Hij ziet klaar. Daar is hij terug. 3-4 slagen. Geen antwoord. Terug gaat hij weg. Kijk, is. En Meriton komt er nu wel hard in. Ja, hij probeert te forceren. Maar kijk, nu neutraliseert hij. Klampt hij aan. Dat is natuurlijk ook sluw. Ja, mooi hoor. Ja, het publiek zou het wel willen dat hij op zijn bakkes krijgt, zoals ze het zelf zeggen. Dit was er één. Ja, dat was mooi. In die laatste 10 seconden van deze vierde ronde. Einde. Ja, Meriton kan één goede stoot geven. Natuurlijk, dat weegt niet op tegen... Dus zuiver op punten. Ja. Dan moeten we spijtig genoeg... Gaat deze ronde ook weer naar Shurbanov. Ja, zeker. Kijk, als je dat ziet, het is een salvo. Hè? Eventjes was er geen reactie meer van Meriton. Kon hij alleen maar zijn dekking verzorgen. Hier opnieuw dekking hoog houden. Maar dan kan hij af en toe eens uithalen. Kijk, daar ook weer eens. Komt. En hij heeft altijd direct een antwoord in huis. Hè? De Rus, als Meriton slaat, dan komt er direct een stoot achter van de Rus. Ja. Ja, het is een dit was een goeie. Ja, salvo van stoten tegenover, laten we zeggen, 50, 60 stoot tegenover 2 of 3 van Meriton. Is spijtig genoeg. Hij is ook totaal niet vermoeid, dat ziet je. Maar hier leer je wel veel uit, volgens mij. Vijfde Meriton ronde. Meriton ook nog zeer, zeer fris nog. Hij heeft goede conditie, heeft hij altijd gehad. En kijk, daar is de Rus weer. Kijk, die... Ronde na ronde doet hij het. Die chap van hem is ongelooflijk snel. En hij stopt niet. Huppercut ook. Hij kan, hij geeft alle slagen. Hè. Alle slagen in het boekje kent hij. Ja, als Meriton straks eerlijk is, dan zal hij waarschijnlijk wel zeggen dat hij dit niet verwacht had. Ja, dat denk ik niet. Ik had het ook niet verwacht. Zo te zien aan zijn uitslag was niet zo moes. Die hoofd achteruit slaat met een huppercut daar die nek omhoog van Meriton. Kijk, daar had het stopt niet. Hè. Ja. Vijf ronden ver intussen en het ritme zakt niet bij de Rus. Het zal ook niet zakken, denk ik. Het zal niet zakken. Die man is fysisch fantastisch getraind, dat ziet je. Is een machine. Ja, hij geeft boksles. In de ring. Hij geeft simpel boksles. Het is, het is de professor tegen de leerling. Duikt nog altijd ook goed weg. Kijk daar. Dat is, hoek, uppercut, hoek terug. Ja, ik ken alles. Hè. Maar dit is opnieuw promotie voor het Gens Boksgala. Ja. Waaruit duidelijk blijkt dat hier geen pannenkoeken op het canvas komen. Ja, dat is een van de beste die ik al bezig gezien heb technisch. Dat moeten we ook toegeven. Ik zie tot nu toe niemand daartegen winnen die we al gezien hebben.
Dat moet ook toegeven van Merit om niet niemand uit de weg gaat. Echt een meesterbokser, die. Kijk, onmiddellijk die rechterstand uit de weg. En Meriton komt voorlopig er niet meer aan toe om zelf nog te slaan. Komt er niet meer aan te passen. Hier probeert hij even. Ja. Nog eens. Ja. Maar dan weer naar die dekking. En wachten op het volgende salvo van de Rus. Ja. Doet hij nu toch weer even goed. Ja, gaat je wel links, rechts, uppercut, hoeken. Ja, beweegt makkelijk van links naar rechts. Ja. En terug. Hoewel zeggen, kijk, de Meriton zeer moedig blijft absoluut proberen. Absoluut, is ook nog niet getekend. Ja. Nee, niet echt. Je ziet ook de Rus, geen grote puncher, maar één overwinning voor de limiet. Dat weet men ook waarom. Mm-hmm. Maar zeer moeilijk te kloppen natuurlijk. Hè. Ja, het is natuurlijk altijd in Rusland gebokst. Er moet dan nog wel... Uiteraard heeft hij twee maal verloren, maar misschien tegen wie? Misschien tegen ook een van die grote Russische kampioenen. Dat kan niet anders. Einde van de vijfde ronde. Nou, we kunnen natuurlijk spijtig genoeg. Blijft hetzelfde beeld altijd. We moeten de ronde terug aan de Rus geven. Ja, zijn twee nederlagen waren... één keer of zijn drie nederlagen waren één keer met technisch knock-out. Tegen een man die nog geen nederlaag geleden had. Ja, technisch knock-out kan ook kwetsuur zijn natuurlijk. Kan ook kwetsuur zijn. Eén keer een split decision. Ja. En één keer tegen een debutant verloren. Maar goed, deze man zal op zich ook wel vorderingen gemaakt hebben. Ja. En in Rusland zullen het allemaal wel stevige boksers zijn, denk ik. Je hebt daar ook debutanten met 300 amateurswedstrijden. Ja, juist. Die de Paralympiades meegedaan hebben. Bilal Lagoun liever kan alweer een vuist maken met de glimlach. Toch een beetje getekend door zijn zware kamp tegen Simon Barclay. Die hij won. En dus op die manier zijn IBF Intercontinental titel wist te verlengen. Zesde ronde voor Meriton Karaksa tegen de boksmachine uit Rusland. Maxim Shurbanov. Ja, als het zo doorgaat natuurlijk kan Meriton alleen maar winnen met knockout. En dat zal moeilijk worden tegen die leep Shurbanov. Niet alleen leep, maar ook technisch sterke meesterbokser, mogen we toch wel zeggen. Ja, maar je weet nooit hoe een koe een haas vangt. Ja. Dus die ene slag kan er altijd komen. Maar kijk, Meriton is natuurlijk niet de grote puncher. Hij is een man op zijn karakter die veel slaat. En nu zien we dat vandaag niet, want de Rus geeft hem geen gelegenheid. Hè. Hij wordt dus constant onder druk gezet. Kijk, constant druk met die jab. En dan gaat hij weg. Ik ga hem nu terugzien. Kijk, hij gaat goed weg ook. En ondertussen stopt hij niet met slaan. Hè. Kijk, bam. Bij de boekmakers... stond Meriton natuurlijk wel hoger gequoteerd dan die Rus. Maar ja, dat is een nobele onbekende voor de meeste mensen natuurlijk. Uiteraard. En nu doet Meriton het wel goed. Graag er nu toch wel even door. Kijk, de mooie schijnbeweging daarvan druk. Kijk terug, bam, bam. Ja, mooi nu. Ja, goed weerwerk van Meriton. Ja. Maar kijk, te weinig natuurlijk om het... om de tijd te doen keren. Hè. Oh, een mooie rechtser. Wel, ik nu toch de indruk heb dat het ritme van de Rus een beetje zakt. Ja. In die zesde ronde. Iets minder intens. Ja. Dus een slagenregen die op Meriton afkomt. Ja, Meriton is fysisch zeer sterk. Hè. Absoluut, heeft hij ook in het verleden al bewezen. Nu een aantal slagen die ook goed aankomen. Hij is fysiek zeer sterk en blijft gaan. Als je vooral ziet wat hij nu al moeten incasseren heeft. Chapeau daarvoor. Toch een blessure aan het oog, de Rus. Dus is toch wel eens goed geraakt door Meriton. Ja. Slaat nu goed terug.
Ja, het tempo bij de rust zat een klein beetje. Ik heb de indruk dat het toch een beetje aan het keren is. Ja. Hij zoekt zelf een beetje aan te klampen. Ja, Fietsers is meer dan zeker de sterkste. Maar hij moet blijven boksen natuurlijk. Ja. 10 seconden nog. De Rus probeert, maar klampt dan iets meer aan dan wat we voor de voorbije ronden gezien hebben. Ja, de... Een waarschuwing. Ja, voor vasthouden. Daarmee verliest hij natuurlijk een punt. Openbare waarschuwing. Nog 2 ronden is nog altijd niet gebeurd. Nee, want ik denk een kentering te zien in deze ronde. Ja, ik vind het ook. De spark is er een beetje uit. Dan zal deze ronde misschien wel voor Meriton Caraxa zijn. Maar of het voldoende is... Ja, zeker. Met die vermaning zeker. Hè. Kijk, hij geeft ook een paar goede slagen, Meriton. Hij raakt veel meer dan de eerste 6 ronden. Absoluut. Dus toch tekenen van vermoeidheid ook bij deze machine. Ja. Een wonde ook aan het oog dat nu verzorgd wordt. Zevende ronde, voorlaatste ronde. En gaat Meriton op zijn elan verder nu in deze 7e ronde? Ja, toch ook. Kijk, de rust veel onzuiverder. Als Meriton moet natuurlijk voor de limiet kunnen winnen nu, staat tamelijk ver achter. Geraakt de diesel onder stoom? Ja. Of vindt de Rus zijn tweede adem? Ja, daar is hij nu terug. Daar is hij terug. Ja. Dus dat was 6 slagen voor 1. En daar is hij weer inderdaad. Ja. Heeft even een ronde adempauze genomen. Ja, goed nu, goed. Ja, dat doet Meriton wel heel goed. Zeer goed. Ga terug. Iets meer evenwicht in de kamp. Fies is inmiddels nog zeer sterk. Hè. Fies is zeer sterk. Moest het over 12 ronden zijn, had dat misschien meer kans. Ja, inderdaad. Die bedenking was ik me net ook aan het maken. Ja, mooie rechter van de Rus. Mooie linker nu. Nieuwe linker. Ja, en terug. Rechts, uppercut. Ja, goed. Dat is goed van Meriton opnieuw. Blijft moeilijk. Ja. Maar het is natuurlijk het is geen klant. Hè. Kampioen van Rusland is niet de eerste de beste. Maar toch... Het is een kamp die de moeite is om te analyseren voor de hoek van Meriton Caraxa. Want hier kan hij wel het een en ander uithalen, denk ik. Hij komt wel zeer sterk terug nu in de 7e ronde. Dat is fysisch perfect in orde. Maar de Rus die blijft ook wel stoten. Ja, maar kijk toch, hij is toch zwakker dan in het begin. Ja, absoluut. Absoluut. Dat is heel duidelijk. Toch de vermoeidheid die speelt. Ja, bij hem meer dan bij Meriton. Meer dan bij Meriton Caraxa. Ja, dus mooi gedaan. Ja, terug. Heeft hem goed. Nu heeft hij hem goed in de touw. Ja, mooie rechter. En dan klampt hij aan. Eerst linkerhoek en op de liggen dan rechter naar boven. Was mooi gedaan. Doei, daar komt terug. Probeert er dus ook te counteren. Ja, er is hersteld een beetje het evenwicht nu. Goeie harde slag weer van Caraxa. Ja, de pauwslagen komen van Meriton, maar niet hard genoeg om eruit te zetten. Dat is spijtig natuurlijk. Einde van de 7e ronde. Hij heeft nog 1 ronde om te herstellen. Aan wie zou je die ronde geven? Ja. Ik blijf het moeilijk vinden hoor. Ja, het is moeilijk, maar ik bedoel, op punten staat de Rus zeker voor. Ja, absoluut. Meriton heeft nog 1 ronde om het eventueel te kunnen afmaken. Laat ons hopen dat het tijd kan. Ja, we duimen nog 1 ronde mee voor onze landgenoot tegen de Russische kampioen. Het is absoluut geen makkelijke kamp die hij hier vandaag voorgeschoteld kreeg.
Het is een kamp, een stap die hij moet zetten in zijn groeiproces als bokser. Gaan voor die moeilijker kampen. En hij doet het ook wel goed, Meriton Caraxa. Alleen kom je tegenover een snelle vechtmachine te staan. Vandaag heeft hij zeker de test goed doorstaan. Het is nog altijd niet gedaan. Misschien kan hij nog iets forceren. Samen met Junior Bouwens in de hoek. Laatste ronde. Achtste en laatste ronde. En hij heeft er zin in, Meriton Caraxa. Hij wil nog proberen om er alles uit te halen. En dat siert hem. Ja, zeker. Fysisch supersterk. Alles geven die laatste ronde, dat weet hij. En een goede slag op het lichaam van de Rus. Die zag hoe die moest incasseren. Dit is echt nog vuurwerk. Hij had het beloofd ook, Meriton Caraxa. Ja. En hij weet dat hij ervoor gaat tot de laatste minuut, tot de laatste seconde. Ja, de Rus natuurlijk geeft ook nog serieuze salvo's. Het is geen eenrichting wedstrijd nu. Veel problemen met de toogkwetsuur. En daar zou Meriton misschien meer gebruik moeten kunnen van maken. Ja. Kijk, de Rus had er natuurlijk ook alles uithalen nu. En de vermoeidheid is natuurlijk wel bij de kanten. Het waren zeven zware ronden. Kijk, nu komt hij terug. Met de salvo. Kijk, terug. Ja, hij wil die ronde absoluut nog voor zijn rekening nemen. Dan mag Meriton natuurlijk niet laten verloren gaan. Hij moet blijven vechten voor die ronde. Meriton die even naar zijn schouder keek en dan bijna verrast werd. De Rus blijft gaan tot in die laatste minuut. Kom nu terug, neem nu stilaan weer de bovenhand in die ronde. Kijk terug, Ja, mooie wedstrijd toch. Absoluut. Beide boksers maken er een mooi kijkstuk van. Ja, Meriton ook nu duidelijk vermoeid. Hij heeft natuurlijk veel al... Kijk daar, Hij heeft het nog geprobeerd in die fantastische wedstrijd gedaan. Fantastische wedstrijd. Maar ik vrees dat het niet genoeg zal zijn. Tegen die snelle boksmachine. Die rust toch is. Kijk, heeft het twee ronden ietsje laten hangen misschien. Maar in die laatste ronde is hij weer die snelle, vinnige bokser. Duidelijk in het voordeel terug. Hè. Van die eerste rondes. Kijk, daar kunnen we niet ontkennen natuurlijk. Nog een halve minuut voor ook deze kamper op zit. De laatste kamp van het 21ste Gens Boksgala. Het cheat natuurlijk Meriton dat hij die man niet uit de weg gaat. Het is wel een zeer gevaarlijke, een gevaarlijke boksmachine. Dat is een gevaarlijke klant inderdaad. Ja. Maar goed, niet iemand die zwaar puncht. Nee, gelukkig. Het is vooral een boksvirtuose. Echt heel knap boksen. Maar toch een super knappe wedstrijd van Meriton die tot de laatste ronde... De spanning van de achtste en je ziet twee boksers die back-off zijn. Ja, zeker. Zowel de Rus als Meriton Caraxa. Ja, de Rus zit er ook door. Hij heeft ook afgezien. Veel meer dan hij dacht, denk ik. En wederzijds respect hier van beide boksers. Die er echt een mooie kamp van gemaakt hebben, Freddy. Ja, zeker. Meriton, vooral zijn verdiensten. Er gebeurde altijd iets in elke ronde. Kijk, hij ziet nu ook terug, niet tegenstander, hij overklast wordt. Blijft hij ervoor gaan, zeer moedig. En houdt er de spanning in tot op het einde. En de Russen echt wel gehavend aan het oog. Maar Meriton Caraxa leek niet echt gelukkig na het einde van deze kamp. Wat logisch is, hij had er misschien meer van verwacht ook. Ik kan het moeilijk ontkennen. Hij heeft een fantastisch goede wedstrijd gedaan. Een goede wedstrijd gedaan. Ja. Zeker niet, moet zeker niet beschaamd zijn of teleurgesteld zijn. Nee, absoluut niet. Maar goed, hem kennende, hij wil die winnen natuurlijk. Kampioen van Rusland natuurlijk is... ik heb niemand nog gezien in dat gewicht of rond dit gewicht. Die man die de Rus vandaag zou kunnen kopen. Hè. Nee. Al die waar hij tegen gebokst heeft, alle Belgen. Ik zie niemand in staat om die Rus te kloppen. Een beetje oplapwerk in de Russische hoek. Het is dus echt wel geraakt aan het oog. En bij Meriton
ziet het er nog redelijk oké uit. Maar hij lijkt te beseffen hoe laat het is. Ja. En dat betekent dat hij misschien op zijn eerste nederlaag in 8 wedstrijden. Nou, de rust is zeker geen punch. Hè, dat heeft, dit geluk heeft hij gehad. Maar het is wel, ja, laten we zeggen, de meeste bokser. Hè. En, ja. En een boksmachine ook. Ja, het is een vechtmachine. Goed gevarieerd, heel veel beweging, goed benenspel. Ja, zeer snelle armen, hè. Zeer snelle armen. Zeer snelle armen, inderdaad. Uitzonderlijk snelle armen. De wonden nog een beetje stelpen. En we gaan luisteren naar het verdict. De weltergewichten. Scheidsrechter Ait Adi, 76-75. Scheidsrechter Verbeke, 74-77. En scheidsrechter Bobby Vailo, 75-76. De winnaar, dames en heren, is de man in de blauwe hoek. Laag applaus voor Maxim Shurmanov. Ja, Shurmanov wint deze kamp, maar geen unanieme beslissing. Ja, natuurlijk. Als je een beetje met veel sympathie voor Meriton kunt rekenen, maar kom, als we objectief blijven, moeten we toch zeggen, de verdiende overwinning voor de Rus. En ook bravo voor Meriton. Fantastische wedstrijd gedaan. Mooi spektakel. Hij heeft een mooie kamp gebokst, Meriton Karaksa, maar die Russische vechtmachine, ja, die stond niet stil. Het was een mooie kamp op het einde van deze 21ste editie van het Gents Boksgala. En we gaan eens luisteren naar Dries en wat Meriton te vertellen heeft. Ja, Meriton geweerd, maar de Rus was te sterk. Dames en heren, bedankt voor uw komst. Je hebt je geweerd, maar de Rus was te sterk. Was niet te sterk, maar ik had te veel dingen in mijn hoofd. Ik heb dag en nacht niet kunnen slapen, omdat ik te veel dingen in mijn hoofd had. Maar dat is geen excuus. Ik ben veranderd van mijn manager. Een contractbreuk die hij niet wou breken. Dat zat te veel in mijn hoofd. Ik wou verder in mijn carrière. En met die shit allemaal in mijn hoofd heb ik nu niet kunnen winnen. Maar dat is niet erg. Want ik weet, ik vraag zeker een revanche tegen hem. De volgende editie hier op 5 oktober. En dan maak ik die af. Kunnen we dat nu al opschrijven? Dat kunnen jullie nu al zeker opschrijven. Maar dan heb ik een goede voorbereiding nodig. Ik heb amper getraind voor deze kamp. Te veel dingen in mijn hoofd. Dat kan gebeuren, dat sport. Maar ik kom zeker harder terug. Dan zien we elkaar 5 oktober. Tot 5 oktober. Dat is klaar en duidelijk, maar dat is toch een ontgoochelde Meriton Karaksa die spreekt, hè Freddy? Ja, kijk, ik zou hem graag terugzien, die Rus. Tegen Meriton of zelf tegen een TVW. Het is een fantastische bokser. En als Meriton daar wil, zal tegen boksen, kijk ik er echt naar uit. Hij kan hem nu beter voorbereiden. Hij weet wat die Rus betekent. Dus kan hij misschien een andere wedstrijd zien. Maar kijk, de Rus, ik denk iedere boksliefhebber droomt ervan om die terug te zien. Hè? Ja. Nu, dat kan dat je hoofd zo'n parten speelt dat je je niet goed voelt om aan deze kant te beginnen? Ja, dat kan uiteraard. Kijk, als hij een revanche krijgt, zullen we zien of het waar is. Maar vandaag was de Rus de sterkste man. Ja. Dus daar kunnen we niet over discussiëren. Maar alle credits ook naar Meriton Karaksa, ja, die een heel mooi gevecht aangegaan is tegen deze Russische kampioen. En we wensen Meriton natuurlijk heel veel succes toe met zijn nieuwe manager. En dan vermoed ik dat Claude van den Heden zal worden, meer dan waarschijnlijk. Ja, waarschijnlijk wel. En ja, ik ook proficiat voor zijn wedstrijd. Er echt een mooie wedstrijd van gemaakt. Steeds er blijven voor gaan zoals we hem kennen tot de laatste seconde. En dat is dat verdient natuurlijk ons respect. We gaan even ook nog naar de highlights gaan kijken om af te ronden hier, dames en heren. We hebben het 21ste boksgala gehad met een titelgevecht waar Bilal Lagoun zijn titel bij verlengd heeft. IBF intercontinentaal kampioen is hij opnieuw voor de tweede keer. Sascha Yengoyan is ook terug van weg geweest, dat heeft hij laten zien. En Meriton Karaksa en Kevin Ongenaya die verloren hun kamp. Maar die zullen er meer dan waarschijnlijk wel bij zijn op het volgende Gentse Boksgala. Dat is op 5 oktober 2018. Freddy, ik dank je opnieuw voor het heel deskundig commentaar. Heel veel succes bij Boxing Stars. Dat is boks van een heel ander kaliber. Oké. Okay. Ja, ik zie je ook heel graag terug hier op 5 oktober. Zeker. Ik bedank ook de technische ploeg van AVS voor de medewerking vanavond. Jullie hebben het uitstekend gedaan, jongens. Bedankt kijkers, ook u thuis. Een goede nacht en graag tot de volgende editie van het Gentse Boksgala. Ciao.